Er zijn mensen die zeggen dat het weer net zo'n winter wordt als vorig jaar. Anderen beweren dat het zo'n vaart niet zal lopen. Maar niemand weet het zeker. Ook de deskundigen die via satellieten in de ruimte het weer op langere termijn proberen te voorspellen, wagen zich niet aan een prognose. Toch is het niet onverstandig om vast wat voorzorgen te nemen, zodat dit niet meer nodig zal zijn. Het is beslist aan te raden om de auto voor de winter goed te laten nakijken. De ANWB biedt in al zijn technostations de mogelijkheid om een winterinspectie te laten uitvoeren. Allereerst wordt daarbij gekeken naar de toestand van de elektrische installatie. In de stations heeft men daarvoor fijn afgestelde apparatuur. Zo wordt bijvoorbeeld het vermogen van de accu gemeten. Ook worden de afstelling van de contactpunten, de conditie van de bougies, het ontstekingstijdstip en de toestand van de hoogspanningskabels nagekeken. Dankzij de verfijnde elektronische apparatuur worden soms haarscheurtjes gevonden die voor het oog onzichtbaar zijn, maar waardoor wel spanning wegvloeit. Even de chocolade aantrekken. Ook de kwaliteit van de koelvloeistof wordt nagekeken. Eens even kijken wat uw antivries is. De cliënt krijgt een rapport. De ANWB repareert zelf niet. Uw startmotor. Die moet eens een keer gereinigd worden. Uiteraard is ook het profiel van de banden in de winter belangrijk. Want in regen, bij mist of bij ijzel en sneeuwval kan gemakkelijk een slip ontstaan met fatale gevolgen. Vele van dit soort ongelukken zouden wellicht voorkomen kunnen worden als meer mensen, ook vrachtwagenchauffeurs, de techniek van het slippen zouden gaan leren. Er zijn in ons land slipscholen waar winterse situaties worden nagebootst en waar men onderricht krijgt in het voorkomen of corrigeren van een slip. Koppeling intrappen, pompen remmen en bijsturen zijn de voornaamste handelingen die verricht moeten worden. En vooral niet in paniek raken, maar het kopje erbij houden. Dan zullen situaties als deze wellicht niet meer voorkomen, of althans veel minder, als we in de komende winter misschien voor dezelfde ellende komen te staan als een jaar geleden.